Een 81-jarige vrouw is overleden aan de gevolgen van een aanvaring op het Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg. Zij was een van de opvarenden van een sloep met 14 inzittenden. Een Duitse familie die door motorpech midden in de drukke vaarroute kwam stil te liggen. De sloep werd overvaren door een binnenvaartschip. De oma van de familie werd gereanimeerd en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd, waar zij aan haar verwondingen overleed. Twee andere gewonden werden samen met twee kleine kinderen naar het ziekenhuis vervoerd. Gelukkig was er veel recreatieverkeer op het Prinses Margrietkanaal. Deze waterrecreanten zorgden ervoor dat de 14 drenkelingen snel uit het water werden gehaald. Brandweer, politie en ambulance waren met veel hulpverleners aanwezig. Ook de ambulanceboot was snel ter plaatse.